blijven kijken. Gewoon gezellig meekijken. En lachen en vrolijk zijn. Ja, boepie! Zo heb je hem dan op. Ja, en dan kan je praten, je kunt ademen. Mensen kunnen je zien lachen, vrolijk zijn, blij zijn. Ja, helemaal top toch? Ja! Hallo lieve vrienden, hele goede middag. Ja, het is prachtig mooi weer en dat hebben wij weer in de pocket. Ja, daar word ik vrolijk van. Ja, en het is vandaag vrijdag, het begin van de weekend, oftewel van het weekend. En het is 16 oktober en we leven alweer om 16 minuten over 2, maar Astrid is al druk bezig bovenaan het werk. Ja, enkel ik heb met moeite en pijn Ewen haar medicijnen naar binnen weten te voeren. Die begint, ik denk niet dat zij het allemaal redt, nee. Ik ben bang dat zij mij ook zal verlaten, dat zij dit jaar of ander jaar, maar ik denk dat ze het niet lang meer maakt, nee. Dat, ze ademt ook heel erg zwaar en heel snel dat jaar. Dat is niet goed. Het ging niet goed. Maar nou gaat het weer min. Ja. Ze wil ook haast niet eten. Ze drinkt wel. Dat moet ik erbij zeggen. Want ze gaat iedere keer naar de waterbak. Ik moet trouwens nodig schoonwater geven, zie ik. Dus, maar dat komt wel goed. Dat doe ik zo even. Ik wil haar niet wegjagen erbij. Ze heeft zelf ook water staan bij haar eten. Dus dat zal ik ook allemaal gaan verschonen. Dan komt het allemaal wel goed. Maar ik, vind het zielig. Doet me zeer om haar zo te zien. Maar zover we weten heeft ze geen pijn, want dat moet dan uitstralen. Maar ze wordt ook wankelig. Het is echt een oud tante, een oud dametje. Maar ja, ik wacht het weekend af en dan bel ik andere week maandag bel ik de dierenarts op. Want ik vind dit doet mij pijn. Hé, ze legt maar op mijn schoot, Kijk, de koffie, de oogjes, die stralen wel, hè? Ja, de oogjes stralen wel. Hé, kind? Ja, nou? Ja. Koffie staat wel goed, hè? Jo. Daar maak je niks aan, hè? Nee. Maar ja, het blijft hier verder. Het lijf hier verder. Helemaal ingevallen. Ja. Nee. Ik moet eerst een deken over me heen doen. Ja. En ik moet toch nog water doen. Dus ik kan nog geen deken. Ja, ze wil weer op schoot. Dus ja, ik ga even opschieten. En ik heb ook druk. Ik moet even met de pc. Want ik heb gisteren geen vlog in elkaar gezet. In verband dat Marianne hier was, dus ja, dat gaat het hem dan niet worden. En het was een leuke middag en gisteravond had ik er ook geen zin meer in. Ik denk, morgen weer een dag, ja toch. Dus het komt goed, lieve vrienden. En ik moet ook weer filmpjes in mappen zetten, uitzoeken en doen. Oh, ik heb het druk. Ja. En ik wil er een bak koffie bij, dus het komt ook goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. En we zien elkaar dan wel weer. Toch? Ja, niet weggaan, hè. Ja, je mag wel weggaan, maar blijf wel mijn vlog afzien. Dat bedoel ik, ja. Niet weggaan van mijn vlog. Gewoon blijven kijken. Gewoon gezellig meekijken. En lachen en vrolijk zijn. Ja, boepie! Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben weer even retour. Ik ga naar beneden, ik moet omhoog. Ik ben weer even retour. Ik ben weg geweest en al. Astrid is natuurlijk al lang al weg. Als ik weer te hoog, ik weet het even niet. Nee, ik weet het echt even niet.
Jij moet naar beneden. Zo. En dan zit ik toch weer te hoog. Dat ding, dat staat niet goed. Ik zie het al. Maar ja, oké. Maakt niet uit even. Ik heb kerstkaarten gekocht. Ja, je moet toch wat, hè, in het leven. Vrolijk wezen. Ja. Kijk, weet je wat? Ik koop kerstkaarten en ik ga ze vast ook al schrijven. Ik moet eerst die vlog nog afmaken waar ik vanmiddag al mee begonnen ben. Maar ik heb, moest ook even weg. Ik had eerst even gebeld. Toen ben ik als een speer weggegaan. Want ik ging niet om die kerstkaart. Nee, ik ging om wat anders. Maar ik zal eerst de kerstkaart even laten zien. Ja, wel zo leuk. Mooi, hè? Ja. Volgende doosje. Leuk, hè? Maar. Ik had ze er al eentje opengemaakt. Dat is die. En er zitten touwtjes bij. Ik wil eerst de touwtjes laten zien. Denk ik, maar wat is dat nou weer? Het zijn de zachte touwtjes. Rekbaar touwtjes. Maar die moet ik ergens al vastmaken. Ik heb er twee van die. Twee verzoeken, ja? En dan heb ik nog wat. En daar zit plastic aan weerskanten om te beschermen, maar dat moet ik eraf halen. Logisch. Dat komt dan. Zo. Goed, hè? Ja, heel goed. Dus ja, dan kan je beter ademhalen. Ik zou het niet zo doen, maar dan heb je niks. Nee, het moet andersom. En dan kun je ook lip lezen voor de mensen die blind zijn. Ja, de verkoopster die had hem ook op. Nou, helemaal top, helemaal geweldig. Ik ga hem zo even naar elkaar flatsen. Ik weet echt niet hoe dat moet. Waarom ze dat niet gewoon doen al? Want het rubbertje zit er om te verschuiven. Voor je oortjes, ja. Maar, nou moet je. Daar zit een gaatje. Ja, zien jullie zo wel. Dan moet je hem dus doorheen zien te krijgen. Bleh. Ik heb nog een poezenbeestje op mijn schoot. Dat nog. Ja. Ook dat nog. Maar dan moet hij. Daardoor. Dat is één. Die heb ik erdoor. Maar ik dacht dat hij er zo doorheen kon. Moet ook. Ja, dat wil ook. Ja, dat wil ook. De tussenschuif. Dan moet je er een knoopje erin zien te leggen. Nou, wat heb ik vroeger geleerd? Rechts over links. En dan even mijn vinger ertussen uiteraard. En dan links over rechts. Zo. Dan moet ik het even aantrekken. Zo. Kijk. Kan je met dat rubbertje, kun je dat groter maken of kleiner maken en net naar gelieve je dat zelf wilt. Ja, nou, die zit. Dan kan ik dat ook aan die kant doen. En wat je ook dan nog desnoods zou kunnen doen, dat is een plakbandje eromheen of wat dan ook. En dan de rest eraf branden of eraf knippen. Maar laten we het eerst maar zo behouden. En ik heb dus een reserve. Dat begrijpen jullie wel, hè? Als ik nou een boodschappen ga doen, kan ik tenminste fatsoenlijk adem blijven halen, mag ik hopen. Even die koekeloeren. En zo, die zit ertussen. Nou, de volgende patiënt. Ook die zit ertussen. Dat ging makkelijker dan daarnet. Ja, als je eenmaal weet hoe je dat even doet. Ga weg. Rijdt een auto langs, ja, en dan die zon erop, hè. Ik zet jullie even een stukje verder neer.
dan heb ik meer ruimte. Wat zei ik nou? Rechts over links. Onderdoor en doorhalen. Kom op. Vinger ertussen. En dan links over rechts. Zo. Voilà. Rubbertje. Nou, dan moet ik de plastic er eerst af zitten te zien te krijgen. Ik moet mijn vinger er even door hebben. Ja. Dan moet je daar dat zien te vinden. Ik zie daar wel belletjes, maar voor de rest zie ik niks. Een beginnetje om het weg te trekken. Gaat goed, hè? Ja. Er zitten belletjes in, maar... Dat is een beschermlaagje. Kom op. Voilà, kom nou. Oh-oh. Je moet wel tussen blijven, hè? Niet tussenuit komen, dat mag niet. Of kan je er tussenuit? Nee, lijkt me stug. Hoe doen we dat? Nou hoor. Het is echt niet leuk. Ik zie het wel, maar hij wil niet loslaten. Ja, kom op. Ja. Die is eraf. Voilà. Maar ze zei dat er aan weerskant eentje zat. Ik zie er maar één. Nee, aan deze kant zit er ook één. O jee. Nee, dat zit daar al in. Nee, dat maakt niet uit. Geef het in een kiesje ook. Dit is maar een goedkoop spul, ja. Ja, wie doet je wat? Nou, kijk. Dan doe ik even mijn eigen bril af. En dan moet ik mijn oorbel er doorheen halen. Oorbelletje. Voilà. Kijk mijn eigen bril erbij op. Voilà. Zit alles goed? Ja toch? Ja. Zo heem dan op. Ja, en dan kan je praten, je kunt ademen. Mensen kunnen je zien lachen, vrolijk zijn, blij zijn. Ja, helemaal top toch? Ja, nou en dan nog een reserve. Nou, dat houden we mooi. Dus ja, kom maar op. Ik ben er klaar voor. En ik kan beter ademen dan met die doekjes. Want er zit ruimte tussen. Ja, en ook van onder, er zit ruimte. Dus ja, wat wil je nog meer? Maar ik hoef hem binnen niet op. Nee, ik hoef hem binnen niet op te hebben. Dan zit ik ook weer vast met mijn oorbel. Gaat goed met me. Ja. Nou, zo. Dus het zakje hou ik. Want het gaat gewoon in dat zakje. Zolang ik dat niet nodig heb. Ja, en een doekje kan je opvouwen, hè? En dit niet. Nou ja, lekker belangrijk. Zo, dan hang ik hem eerst onder mijn kin, bij wijze van spreken, weet je. Maar ja, komt goed. Allemaal. En ik ben er blij mee. Ja, komt helemaal goed. Dus lieve vrienden, ik ben er... Ja, super. Gaat goed, ja. Ik hoop hem niet te hoeven te gebruiken, maar ik zal wel moeten als ik het straks wel verplicht word. En ik meen in november dat ik kort hoorde klinken. Want het is nog steeds niet verplicht, hè? Nee. Het is, hoe zeiden ze ook alweer? Hoe zeiden ze dat? Ik moet mijn telefoon weer hebben. Ja. Ik moet weer naar Karin toe. Nee, niet naar mijn zwager, naar Karin.
Advies. Het is een advies. Nou, dan hoef je dat nog niet op te volgen. Nee, dat hoef je nog niet op te volgen. Pas wanneer het moet. Nou, het moet nog niet. Nee. Maar oké, komt goed. Ja toch? Zo zeggen. Tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, wat moet ik hier toch mee? Dan legt ze zo, ik weet niet hoe lang, weer op mijn schoot. Ik ben thuisgekomen, ik had amper de tijd om dus die deken om me heen te doen en ze zat alweer op me. Ja, ik wacht het weekend af, want ik vind dit zo zielig. Ja, en ik heb weer visite. Ik kom niet aan het werk toe, hè. Nee, ik was bezig. Ja, nog steeds aan het begin. Maar, niet zo gezellig. Onze Mario. Moet je vliegen? Ja. Ja. Maakt toch niet uit, maar dat is gewoon leuk en gezellig. Ja, ook zij wil gewoon wel op de vlog, maakt er niks niet uit. Enkel de ene keer is het stil en de andere keer houdt ze de mond niet dicht. En ja, moet kunnen allemaal. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet lekker van het prachtige mooie weer. Ga er nog op uit, kan u nog. Morgen hebben we misschien weer slecht weer, maar ja, dat weet ik ook niet. Dat is afwachten. Ja. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei!